video. In deze video gaan we het hebben over... Wat is gezonde voeding? Brood en groente is gezond. Ja, dat weten we natuurlijk wel. Maar wat komt er allemaal nog meer bij kijken? Eindelijk gaat het om je totaal voedingspatroon. Op de vraag, wat is gezonde voeding? Het beste antwoord dat we je daarop kunnen geven is een goede balans te vinden. Wat je allemaal als persoon per dag nodig hebt, scheelt ook aan de activiteiten die je per dag doet. Ja, heb je een staand beroep of een zittend beroep? Hou je graag van na je werk lekker sporten, hardlopen, skiën of zwemmen? Of hou je er niet zo van? En ook speelt je leeftijd een rol. Ben je een man of ben je een vrouw? Je ziet dat dit gewoon heel persoonlijk is en daarom is er geen standaard antwoord op deze vraag. Wel bestaat er per dag een gemiddelde wat je nodig hebt om op je best te kunnen functioneren. Om genoeg energie te hebben voor de hele dag heb je gemiddeld 2000 calorieën nodig. Hoe weet je nou, wat is een goede balans voor jou? Nou, we hebben wat goede tips voor je op een rijtje gezet. Zorg voor variatie. Elke dag iets anders op je bord is natuurlijk lekkerder dan elke dag hetzelfde moeten eten. Kies voor bruin, zoals volkoren brood of spelbrood, volkoren pasta, volkoren ontbijtgranen, zilvervliesrijst. Er zitten veel vezels in en het is niet alleen ook goed voor je darmen, maar je komt er ook vol van te zitten. Neem elke dag 2 ons groenten en het liefst 2 tot 4 stuks fruit. Er zit boordevol vitamine en mineralen in. Ja, en het is natuurlijk hartstikke gezond. En eet niet te veel. Te veel eten en te weinig bewegen zorgt er immers voor dat je in gewicht toeneemt. En elke dag in beweging. Ga lekker elke dag fietsen naar je werk. Ga naar je werk of 's morgens voordat je de dag begint lekker even skieren, hardlopen, zwemmen. Kortom, wees in beweging. Maar mag ik dan ook weer snoepen? Nou, af en toe. Tuurlijk. Zolang we het maar doen in de juiste balans. Bouw voor jezelf 2 vrijstellingen in een week. Waarin je jezelf wel mag laten gaan. Maar wel met mate. Deze vrijstellingen kan je zelf in het begin van de week al inplannen. Stel nou dat je aan het eind van de week een verjaardag hebt. Kun je daarvoor al een vrijstelling inplannen. En als je in het begin van de week al zin hebt om te gaan snoepen, weet je dat je jezelf pas een vrijstelling mag geven aan het eind van de week, want dan heb je een verjaardag. Zo kun je het voor jezelf een beetje in controle houden. De dag erna sport je weer even extra, je drinkt weer wat extra water, want ja, zo hou je lekker je levensstijl in balans. Sla nooit je ontbijt over. Heb je geen zin in ontbijt, neem dan toch snel even een schaaltje yoghurt of een fruitje en een kopje thee, zo heb je alsnog altijd wel wat in de buik. Heb je nou last van een snoepaanval net vlak voor je lunch? Neem even die extra kop kreulendrank en een stuk fruit. Komt je fruit dan vaak na een dag weer mee naar huis? Eet je fruit dan standaard bij de lunch? Dan word je er altijd aan herinnerd alsnog een stuk fruit te eten. Gebruik jouw lunch als een tweede groentemoment. Doe op jouw boterham met kaas of lekker gesneden tomaatje. Of ja, op je crackertje met je kipfilet. En je plakjes paprika. Zo kom je namelijk makkelijk aan die 2 ons groentes per dag. Heb je een after lunch tip? Kom dan even in beweging. Ren de trap op en af en ga gewoon even lekker naar buiten. Ik kan het weten, ik heb het net gedaan. En volkorenproducten zoals roggebrood geven je snel een verzadigd gevoel doordat er heel veel vezels in zitten. Hiervoor kom je weer dat je een snoepaanval krijgt. En als laatste drink minimaal 1,5 tot 2 liter schoon water per dag. Nou, hopelijk heb je een goed beeld gekregen op de vraag, wat is gezonde voeding? Je ziet dat er geen standaard antwoord is, want ja, voor iedereen is het net weer wat anders. Ja, dit scheelt per persoon. Vind jouw balans. Dat is ons advies. Bedankt voor het kijken en abonneer hieronder gratis op onze Slank en Fit TV. En vraag even ons gratis e-book aan. De link staat onder deze video. Tot de volgende keer maar weer. Doei! Doei. You got me crazy for your love.